Hallo, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video hier op Edeldeen. Mijn naam is natuurlijk Jurgen en welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van Settlercraft. En ik zie hier een bijtje om mij heen vliegen. Dat betekent dat wij eindelijk zijn geüpdate naar 1.15. En dat is natuurlijk super tof nieuws. Dus vanaf nu gaan wij genieten van de mooie wereld met de bijtjes erin. En ik heb al een beetje de server geholpen, want we willen namelijk nog niet de map helemaal uitbreiden tot 1.15 helemaal klaar is en helemaal stabiel is. We zitten nu op 1.15, maar ik heb al gehoord dat 1.15.1 er ook al aankomt. Dus we wachten nog eventjes met de world border uitbreiden totdat het helemaal stabiel is. Maar om alvast te kunnen genieten van de bijtjes, heb ik gezorgd dat er een aantal bijtjes verspreid zijn over de medieval district, waardoor we toch al kunnen genieten van deze vrolijke vrienden. Dus dat is hartstikke chill. Hallo kijkers van Edeldeen, daar ben ik weer. Hierdo samen met Mimi, deze keer weer. Hallo. En wij gaan weer verder waar wij de vorige keer waren gebleven. En de vorige keer waren wij hier een beetje gebleven. Hadden wij de brug gemaakt. Maar er is wat extra bijgekomen, wat Jurgen helaas niet in de vorige video had gedaan, zag ik. Als ik het goed heb. Maar hebben wij ook een farm erbij geplaatst. Dat hadden we wel opgenomen. Maar blijkbaar dus niet verstuurd of zo op een of andere reden. Maar we hebben nu ook een pad erbij. Met een farm aan de linkerkant. En de eerste boom hier in de taiga. En wij gaan nu ook gewoon weer verder. En we hebben Poultry Man in Settlercraft. Ik ben een kip. Maar wij gaan in ieder geval weer verder. Ik zal eventjes wat rockets pakken. Want ik laat even zien wat ik de afgelopen offscreen heb gedaan. En ik heb het bos een beetje gekapt. En Wouter heeft daarachter het bos gekapt. Want hij wil hier... Nee, hier komt in ieder geval sowieso de spawn. Dat weten wij. Dat weten we, laat ik zo zeggen. Maar hij dacht van, nou weet je, ik ga hier wel wat weghakken. Kunnen we hier en daar kraampjes maken voor wat spullen. Dus nieuwe huisjes of nieuwe dingen voor de spawn, zeg maar. Dus dat is wel heel tof. Dus wij gaan gewoon, in ieder geval wij, ik en Mimi, gaan gewoon verder waar wij de vorige keer waren gebleven. En dat is gewoon Hero bezig met ons, met onze farm district eigenlijk. Waar wij gewoon farms gaan maken, wat dan ook. Mimi gaat bezig met het pad. Ik heb een shulker met spullen voor haar klaarstaan. En ik ga met iets heel anders bezig. Want ik ga namelijk druk bezig met het linkerkant van dit gebied. Van deze linkerkant van het pad. Want dit wordt allemaal het pad wat ik hier heb aangelegd. En deze linkerkant wordt helemaal anders. Er komt een hele andere bloks die op de bovenkant komt, als laag komt te staan. En er komen custom trees bij, dus dat ga ik allemaal offscreen maken. Nou, offscreen ga ik in de video maken. Helaas zijn wij, niet helaas, we zijn wel beter, want we zijn namelijk ook geüpdate naar 1.15. En hopelijk binnenkort ook naar 1.15.1, want 1.15 heeft een paar bugs waar ik een schruwelijk hekel aan heb. Waar ik echt, vandaag ben ik echt 5 keer dood gegaan door creepers. En ben ik daarbij ook mijn spullen verloren. Dus ik heb nu nieuwe spullen moeten farmen. En ik word helemaal gek van die kut creepers. Dus ik hoop dat we snel mogelijk naar 1.15.1 gaan updaten. Want dat is wel chiller. En hopelijk zijn de bugs dan ook verholpen. Dan, het is je misschien de laatste tijd wel opgevallen dat de afleveringen niet meer zo bomvol zitten met mensen. Omdat mensen het gewoon heel druk hebben. Of geen zin erin hebben. Dus daarom dacht ik, misschien is het leuk voor een soort van experimentje. Wij zoeken eventueel mensen om Settlercraft te versterken. Oh my god, hallo schapen. Om Settlercraft te versterken, dus lijkt je dat nou wat, dan kan je het volgende doen. Neem een stukje op alsof jij meedoet aan de Settlercraft aflevering. Dat kan gewoon in je eigen singleplayer wereldje zijn. Dat je iets vets bouwt in survival of wat dan ook. En dat je daar dus een beetje in de stijl van de oudere Settlercraft afleveringen, want de laatste tijd is het een beetje weggevallen helaas. Maar dat je gewoon laat zien van wat je van plan bent, wat je hebt gedaan, of wat je aan het doen bent en wat je hebt gedaan. Een soort resultaat aan het einde. En stuur die dan lekker naar mij toe op Twitter of waar dan ook. En dan wie weet mensen, dan kan jij gewoon Settlercraft joinen. Nou is het idee natuurlijk dat ik samen met Gerben hier aan ga werken. En dat ik dus hier zo, ik zie dat er nou een porteltje al neer is gezet. Dat ik hier ergens een nether portal ga maken in een soort Stonehenge dingetje. Daar wil ik volgende week aan gaan beginnen. Want helaas mensen, deze week heb ik het weer rete druk. Maar gelukkig, het is bijna kerst. Dat betekent lekker dagjes vrij, et cetera. Dus dan heb ik weer iets meer tijd om alles op te pakken. Maar ja, dat ben ik wel van plan. En daarnaast wil ik ook echt wel verder
met mijn eigen gebiedje. Dus ik ga dat een beetje lekker afwisselen. En wie weet dat Gerben mij ook een handje helpt bij mijn gebied. En dan komt het helemaal goed, denk ik zomaar. Yo, yo, yo. Ar, ar, ar. Welkom terug bij een nieuwe Settlercraft stukkie. We zijn bij natuurlijk Sheep Mush, 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 Mush. Ja, want ik weet nog steeds niet de naam uit mijn hoofd. Maar goed, de shop is af. Is echt fantastisch mooi geregeld. Kijk eens aan, alle kleuren van de regenboog. En het werkt ook nog eens allemaal automatisch ook. Dat is nog het meest toppe. Dus als ik stel, oh, 3 stacks voor 1 diamond, die haal ik eruit. En hij vult gewoon weer aan. Hoe fantastisch is dat, jongens? Payments gaan dan hierin. Ik hoop dat mensen dat ook echt gaan doen. Ook al kan ik niet echt op de controle zitten. En dit is niet zo mooi. Oep. Bam. Dus nu is de shop in ieder geval fatsoenlijk gemaakt. En zoals ik al zei. Ik heb nog niet het pad veranderd. Maar we gaan even naar het eilandje toe. Kijk eens, daar is de Villager Volcano. En zoals je kan horen is het getik weer terug. Dus dat betekent dat de sheep farm het weer doet. Hij staat weer aan. En alles is weer gefixt in de kelder. Want alles vult weer bij. Dus ik moet nog wel wat wol naar de shop brengen. Maar in ieder geval... het werkt. Want nu heb ik zeg maar... 41 wol en dan gewoon 3, 4 rare wol. Stel hij raakt vol, dan gaat hij door naar die chest. Dus dan is het niet zo erg. En de vorige keer ging alles door elkaar. Ik denk, daar gaan we niet nog een keer overkomen. Dus daar hebben we nou gefixt in ieder geval. Het pad moeten we daar nog in ieder geval regelen. Maar dat is in ieder geval wat ik vandaag heb gefixt. En ik wou eigenlijk nog een idee verzinnen voor mijn gold shop. Maar eerlijk gezegd durf ik nog niet te zeggen wat ik ervan wil maken. Want als we eventjes naar mijn gebiedje kijken, dan ja, kan het wel wat liever te gebruiken. Hier staat nog een half afgemaakt huis. Deze farms zijn eigenlijk nooit compleet afgemaakt. Er missen nog zoveel details. Maar misschien dat Gerben me daar wel goed mee kan helpen. Want zijn farms zien er al wel helemaal op en top uit. En we kunnen natuurlijk nu ook iets doen met de bijtjes. Met een soort van bijen dingetjes lekker voor de honing of zoiets een veldje aanleggen. Hier heb ik nog ontzettend veel ruimte op dit mooie platform dat ik ooit heb gemaakt. Hier ben ik al begonnen aan een soort van klein dorpje. Dus tussen de farmfieldjes kunnen we dat een beetje doorzetten. Deze ruïne die moet natuurlijk af. Nou ja, dan heb ik het nog lang niet gehad over alle bergen die ik af moet hebben. Zodat ik eindelijk kan beginnen aan het hoofdstukje van mijn gebied. De binnenkant eigenlijk van de bergen. Waar de echte grote stad of slash dorp komt. En dan, Duncan is het ook al een bruggetje gebouwd. Zo, nou, dat ziet er goed uit. Dus er zijn nog heel veel dingetjes die ik wil gaan doen. En daar wil ik echt weer mee verder gaan, want het is een beetje stilgevallen. En dat is niet leuk, want ja, het kan gewoon zo tof worden. Dus dat ga ik volgende week doen als ik weer een beetje tijd heb om eraan te werken. Want ik ben deze week bijna niet thuis geweest. En het is ondertussen al zaterdag als ik dit allemaal opneem. Dus de week is alweer voorbij. Het gaat allemaal zo snel, jongens en meisjes. Het gaat allemaal zo snel. Maar ik ga echt weer lekker aan de slag. Maar helaas niet in deze aflevering. Zo, daar ben ik weer. Eventjes na een tijdje hebben gebouwd samen met Mimi. Mimi heeft alvast het pad hier al verder gemaakt. En ik ben heel erg druk bezig geweest met dit stukje eigenlijk. Met dit linker stukje van wat ik hier aan het veranderen ben. Aan het landscapen. De bomen staan er al deels. Ik vind het wel heel tof uitzien. Want het moet echt een dicht bevolkt iets zijn, zeg maar. Dus echt heel veel bomen tussendoor. Hier en daar moet ik wel voor zorgen dat dit een beetje anders is. Want het is zo één keer zo groot. Maar het beginnetje is er. Alleen, ik heb heel veel tegenslagen gehad. Omdat ik niet wist hoe of wat ik de landscape zou willen doen. Want de landscape zou namelijk ook een beetje aangepast zijn. Of aangepast worden, laat ik het zo zeggen. Dat het een beetje in de taiga, de large taiga biome wordt. En dat is het nu een beetje. Het ziet er beter uit. Alleen het is nog best wel een beetje lastig om de blocks wel een beetje te matchen met het pad. Zoals hier die core stuurt, dat past weer niet bij dit blokje core stuurt. Dus dan moet ik dit weg veranderen. Of ik verander dit blokje core stuurt. Dus dat is wel zeg maar, het nadeel wat ik heb.
van dat de blokken niet heel erg op elkaar aanpakken. En vooral niet hier bij de palen. Dus als iemand daar een idee over heeft hoe ik dit misschien beter kan doen, laat het even in de reacties achter, want dan dat zal mij in ieder geval heel veel helpen. Dus dat was het helaas alweer voor vandaag. Gelukkig zijn we eindelijk naar de 1.15 update. Wat hele toffe dingen gaat opleveren. En ja, heel erg bedankt voor het kijken van deze video. Hopelijk zie ik je weer de volgende video. En dan zoals altijd, tot doei!